Het Leger des Heils had vandaag een plek achter het winkelcentrum in de Almeerse Muziekwijk omgedoopt in het Plein van Hoop. Er stond een verlicht kruis waar mensen briefjes konden achterlaten met een hoopvolle boodschap. En er was muziek. Het Plein van Hoop werd 's ochtends geopend door de Almeerse cabaretier Jurgen Rijman. Ik vond het een mooie eer om te doen. Omdat ik denk dat we nu in een tijd leven waar hoop heel belangrijk is. En verbindenis heel belangrijk is. Dus ja, het leger doet daar mooi werk in. En ik dacht van, ja, dat doe ik dat graag met hun. Een plein van hoop. Het paasverhaal is een verhaal van hoop. Een opstandingsverhaal. Dat er voor ieder mens een nieuwe kans is. Ieder mens ja, in kracht weer op kan staan. Als we ons openstellen voor anderen. Als we anderen hulp behoeven, of die behulpbehoevend zijn, ook hulp verlenen. Laten we daar onvoorwaardelijk zijn en niet selecteren wie wel of niet het moeilijker heeft. Maar dat we gewoon iedereen op dezelfde manier behandelen.